bijzonder jaar om in Rotterdam te staan, zo vlakbij de Laurenskerk. En wel om twee redenen. 400 jaar geleden stierf Hendrik de Keizer, beroemd stadsbeeldhouwer en stadsarchitect van de stad Amsterdam. En in 1621 is ook ongeveer dit beeld klaar om gegoten te worden. Het beeld van Erasmus, die zo belangrijk is voor het imago van Rotterdam. Hierachter, de Laurenskerk, had wat perikelen met de constructie van de toren. Die leek wankel en er moest een nieuw carillon in geplaatst worden. En toen hebben ze maar de grote stadsbouwmeester uit Amsterdam laten komen om een oordeel te vellen. En waarschijnlijk is dat ook de periode geweest dat hij de opdracht heeft gekregen om hier dit beeld te realiseren. Die faam van Erasmus berust op meer dan alleen maar zijn geleerde positie. Hè. Hij was filosoof, hij was vertaler, hij was een groot denker, geestelijke, in zijn tijdsgewricht een moderne denker. Maar hij werd ook een soort politiek symbool, want hij stond ook voor de onafhankelijkheid van de Republiek in de strijd tegen Spanje. In dat 12-jarig bestand hadden we behoefte aan een soort symbolen van nationale eenheid. We hadden geen wereldlijke iconen. En de dood van Willem de Zwijger was aanleiding om een graf op te richten in Delft voor zo'n icoon, om zeg maar iets tastbaars te geven aan de jonge staat van de Nederlanden, de jonge republiek. En Erasmus was een vergelijkbare grootheid. Dus als we hem hier plaatsen in dat 12-jarig bestand, dan is dat een teken voor de republiek van dit is een onafhankelijk man. Het is ook wel mooi dat de manier waarop Hendrik de Keizer hem heeft uitgebeeld is met dat grote opengeslagen boek in zijn handen. En een openslaand boek, een open boek, is een symbool voor vrijheid. De vrijheid om te lezen wat je wil. Nou kun je je voorstellen dat in een protestants land een christelijke bevolking die het tweede gebod zo interpreteert dat we geen beelden mogen maken, dat dan een beeld van Erasmus niet zomaar tot stand kan komen. En dat blijkt ook wel. Hè, in die 12 jaar dat het bestand heerst, en ietsje langer daarna ook nog wel, heerst er een strijd tussen, zoals we dat kennen uit de geschiedenisboekjes, Arminianen en de Gomaristen. Twee partijen die we later splitsen in reformatie en contra-reformatie. En de reformatorische kant met name, die zet zich in om dat beeld hier te krijgen, omdat ze Erasmus als humanist enorm veel kwaliteiten toekennen. Met name omdat dat een partij is die vindt dat de staat het te zeggen moet hebben. De contra-reformatorische predikanten die gaan naar de andere kant en die zeggen nee, de kerk is eigen baas en zo'n beeld, dat is voor afgoding, dat moet je niet willen. Hendrik de Keizer wordt geboren in 1565 en Erasmus sterft wat eerder in 1536, dat is niet zo ver uit elkaar, dus je zou kunnen zeggen de vader van Hendrik de Keizer had hem in theorie nog kunnen ontmoeten. Maar er is iets anders wat interessant is en dat is dat de faam, de beroemdheid van Erasmus al zo groot is dat er veel mensen zijn die hem bij het leven hebben geportretteerd. Het is het eerste standbeeld wat we hier hebben van een wereldlijke figuur. Tot aan die tijd waren het vooral heilige beelden die in Nederland ontstonden. Beelden die heel vaak gekoppeld waren aan kerken. En ook lange tijd na het maken van dit beeld blijft het uitzonderlijk dat er een beeld is van een wereldlijke figuur. Maar dit beeld heeft niet echt een prototype in de Lage Landen. Dus wat moest Hendrik de Keizer verzinnen? Hoe maak je zo'n beeld? Antieke beelden die hij wel kende, die hadden vaak een zuil naast zich ter versteviging. Opdat ze als marmeren beeld niet zomaar van de sokkel zouden vallen bij breuk. Of ze hadden een stapel boeken bij een geleerde. Allemaal dat soort dingen. Nee, Hendrik de Keizer kiest voor de soberheid van die grote mantel die als het ware ruisend om hem heen valt. Wanneer je om het beeld heen loopt, zul je ook zien dat er een hele mooie subtiel schuine lijn vanaf de schouderpartij naar achteren loopt in die iets wat uitwaaierende mantel. Dat geeft je het gevoel dat Erasmus met dat grote boek
loopt, wellicht door zijn studeervertrek. Dat boek is in verhouding natuurlijk veel te groot voor een boek waarmee je gaat wandelen. Maar het geeft de beweging meer. De beweging misschien ook wel van de geest, de beweging in een ruimte. Maar hij schrijdt heel langzaam gedecideerd naar voren met dat grote boek. Doordat hij dat boek zo vasthoudt. Eén hand slaat de bladeren om, de andere hand houdt het van onderen vast. En die handen die komen uit grote, met bont afgezette mouwen, die als het ware een krakeling vormen, een beetje ongelijk in hoogte, die ook weer beweging suggereert. Dus die grote, monumentale, stilstaande figuur zit eigenlijk vol subtiele bewegingen. Nou hebben we het, en dat is niet zo vreemd, op deze plek uitgebreid gehad over Erasmus en Rotterdam en de relatie met Hendrik de Keizer. Maar dat neemt niet weg dat Hendrik de Keizer in eerste instantie heel erg belangrijk is voor de stad Amsterdam. Als stadsbouwmeester, hij heeft een aantal kerken ontworpen, de Zuiderkerk en de Westerkerk. Torens, de Montelbaanstoren, torens ook die er niet meer zijn, zoals voor de beurs. Versieringen op de wallen, de poortgebouwen. Veel is verloren gegaan, sommige dingen zijn bewaard gebleven. Van dat behoorlijk grote oeuvre wat hij gehad moet hebben aan kleinere plastieken, kleinere beelden, is ook nog wel wat te zien. Een prachtig portret, een marmeren portret in het Rijksmuseum in Amsterdam. En een heel mooi beeldje van een Mercurius-figuur in brons. En dat beeldje zit ook in de collectie van het Rijksmuseum. Die kleine bronzen beelden werden verzameld eigenlijk vanaf de Renaissance. En dat plaatste ook Hendrik de Keizer als beeldhouwer. Want in zijn stijl, zou je kunnen zeggen, ligt hij echt voor onze grote helden van de 17e eeuw. Ruim voor Rembrandt en Vermeer. Hij sluit meer aan, overlapt meer de periode van Frans Hals, Rubens, zo je wil. Hij staat dichter bij de Renaissance en het daaruit voortgekomen manierisme dan bij de hoogbarok of het klassicisme, wat we later in Amsterdam terugzien bij architecten die hem opvolgen, zoals Van Kampen, en beeldhouwers die daar weer bij horen, zoals Quellinus en Verhulst. Dus hij is eigenlijk te plaatsen als het einde van een ontwikkeling, maar wel een heel prachtig einde. Op 1 september viert Figura haar eerste lustrum en ter gelegenheid van dat 5-jarig bestaan worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder ook een lezing over Hendrik de Keizer door Jaap Nijstad. Houd onze kanalen in de gaten voor meer informatie.